Trainer Henk de Jong, 3 wedstrijden in 1 week, dat is pittig. Hoe staat de selectie erop? Ja, nou, er zijn nu een hoop pijntjes. Maar het is de tweede dag, hè, na een wedstrijd, dat is normaal hoor. Dat is eigenlijk de hersteldag. Hè. De dag na de wedstrijd uitlopen, masseren, et cetera. En de dag erop moet je eigenlijk rust nemen. Alleen dat kan nu even niet, dus daar zeuren we ook niet over. Maar er zijn wel wat jongens die, die moet ik morgen nog kijken. Doak is natuurlijk geschorst, die is er sowieso niet bij. Maar daarnaast zijn er wat twijfelgevallen. Maar daar wil je nog niet te veel over kwijt, hè? Nee, want ik ga er ook niet zielig om doen. We hebben morgen gewoon een goede ploeg. En, alleen, er zijn een hoop dingen niet duidelijk. En dat zie ik morgen. Dus gaan we het over Jong Utrecht hebben. Wat verwacht je van Jong Utrecht? Nou, hetzelfde als Jong Ajax. Het zijn talentvolle jongens. Ajax is de top van Europa. Jong Utrecht zijn de top van Nederland dan. En dat zijn jongens die ontwikkelen zich gedurende een seizoen, worden ze steeds beter. Dus dat wordt ook weer een lastige. Maar dat zeg ik elke week. Iedere wedstrijd is voor ons lastig. Alleen, ik vind wel dat wij een ploeg hebben die ook 3 wedstrijden in 1 week moet kunnen spelen. En dan misschien wat andere jongens, maar daarom zijn we met zo'n grote groep. Ja, het was wel gek inderdaad om voor de eerste keer vanaf de buizen te moeten kijken naar het team. Dus ja, dat was wel even wennen, ja. Je bent er bijna altijd bij. Vorige keer tegen Jong Ajax schoot je nog een raket in de kruising. Ja, dan ben je in één keer even machteloos, hè? Ja, klopt. Ik moet zeggen, het is nog meer spannend dan als je zelf speelt bijna. Want je bent inderdaad, je kan er niks aan doen. Je moet gewoon afwachten. Dus nee, ik zat met gespannen gevoelens voor de buis inderdaad. Hoe vond je dat de jongens het gedaan hebben? Ja, ik denk gewoon prima. Het was een lastige wedstrijd. Jong Ajax uit. En dit seizoen ook tegen Jong Ajax verloren natuurlijk. Dus ja, ik denk dat 1-1, dat je van tevoren zou zeggen, ja, kan je mee leven. Maar ik denk dat er wel meer in had gezeten. Dat gevoel had ik wel, zeg maar. En je vervanger Jasper ter Heijden, vond je dat hij het goed deed? Ja, zeker. Nee, ik vond dat hij het goed deed. Gewoon stabiel, gewoon goed zijn taak uitgevoerd. Dus nee, ik denk dat gewoon prima ging. Keurig, hè? Het is wel anders dan Meesje Hoedemakers, hè? Maar dat is ook helemaal niet erg. Als Jasper daar langer gaat spelen, gaat hij dat ook doen. Hè? Dus zo kijken we gewoon naar jongens. Ik was daar wel tevreden over. Hè? En alles kan beter, dat weet Jasper ook en dat weet iedereen. Maar je moet even Meesje Hoedemakers vervangen die het volgens mij heel goed doet. Nou, keurig. Hè? En dat is nu ook weer zo. Hè? Er zijn jongens, die zijn er niet. Nou ja, wie er niet is, dan komt er een ander. Nou, daar trainen we voor. Die jongens werken elke dag, doen ze hun best. We hebben nooit een klacht daarover. Nou, dan moeten ze ook lekker voetballen. Klaar. Ja. Dan hoor ik Koert Westerman op tv zeggen van ja, Cambuur loopt averij op tegen Jong Ajax. Zie je dat ook zo? Ja, ik win liever de wedstrijd. Hè? Maar het is maar net hoe je het ziet. Kijk, de laatste 3 wedstrijden zijn we 4 punten uitgelopen op Almere. Of je denkt in de laatste wedstrijd, ja, nou hebben ze 2 ingelopen. Het is maar net hoe je het ziet, joh. En hoe je het brengt. En er is hier toch geen enkele verkeerde stress. We gaan naar huis en we gaan ons weer voorbereiden, uitwerken, voorbereiden, goed eten, rust. En naar de volgende wedstrijd. Verder merk ik ook niks. We hebben hele nuchtere jongens in de groep. Met Robert, Muren, Erik, Schouten, Kelvin, McIntosh. Dat zijn de oudere jongens. Maar ook die jongens die op de bank zitten. Antonia, Sven Nieuwpoort. Dat zijn jongens die houden het heel rustig. We gaan er gewoon voor en we zien het wel aan het einde. Meer kunnen we niet. We weten nu nog niet wat er over 2 maanden is. Tegen Volendam geef ik mijn laatste minuut weg. Dus ik denk dat je soms ook tevreden moet zijn met een punt. Dat je niet verliest. Ik denk dat is ook belangrijk. Weet je, als je hem niet kan winnen, dan maar gelijk. Dus, en ik denk dat als je kampioen moet worden, dat zijn ook belangrijke punten, denk ik dan.